De Nationale Assemblée kon gisteren wederom geen quorum opbrengen om te vergaderen. Afgelopen dinsdag was dit ook al het geval. Er zijn minimaal 26 leden nodig om rechtsgeldig een vergadering te kunnen starten. Slechts 23 leden tekenden gisteren de presentielijst. Vanuit de oppositie is er geen quorum verleend voor de vergadering. DNA-voorzitter Marinus B. riep de fracties op om de politieke afspraken met elkaar na te komen. Ja, voorzitter B., de leden Jordan, vicevoorzitter Sharman, Ramdin, Van Samson, Dijksteel, Belfort, Asseri, Devi, Mohan, Matsale, Jakari, Gayadin, Afian Koi, Karto, Gauri, Murtabat, Sluisdom, Ramsukul, Waki, Karyominawi, Sampi, Huur en Kanapi, Obed. Ja. Goed, dank u wel. Dan onder dankzegging ga ik dan deze bijeenkomst dan sluiten en we gaan dan echt met elkaar moeten afstemmen. Want het is gebleken dat die politieke afspraken niet werken. Ja, fractieleider heeft die best gedaan, maar goed, zo werd het eenmaal in de politiek. En we zijn nog niet in staat om het anders te doen dan op de normale, traditionele manier. Ja, dus wanneer mensen schreeuwen voor die vernieuwingen, we hopen dat we hieruit kunnen leren. Ik sluit dan onder dankzegging. Op de agenda stond de behandeling van de wijziging van de Casinowet, Wet Toezicht en Controle Kansspelen en de Loterijwet, die afgelopen dinsdag ook al op de agenda stond. De Nationale Assemblée heeft al ruim 3 weken niet vergaderd.